Fuck iedereen, welkom bij de Naamloze Voetbalshow van Kuka Sport. Ik ben uw host, Brian Soares Duarte. We zijn hier vandaag met Cher, Gilles Biebeya en Jamie Schallenberg, a.k.a. Jaminho. Dag Jamie, alles goed? Alles goed, man, jullie? Rustig. Okay, wat wil je zeggen over de intro? Het team gaat dat clippen van mij en we gaan ze die vier keer pakken. We gaan die op repeat zetten. TikTok gaat boomen. We zijn hier met Jamie, freestyle voetballer, maar ook ex-prof. Ik heb gezien dat je 28 jaar bent. Mm-hmm. En je speelt nu bij Lierse Proost. Yes. Nu, je was ooit voetballer bij SC Marsala. Waar is dat? In Italië. Italië, Sicilië. Oh, oké. Okay. Wow, mijn overgangen waren echt slecht, maar dat gaat nu verbeteren. Bon, hoe ben je begonnen met voetballen? Ik zal het zo beginnen. Van kleins af aan, bedoel ik. Kleins af aan. Ik ben weggeplukt door mijn LO-leerkracht. Door wie? Ah, LO-leerkracht. Naar waar? Naar KV Mechelen. Oké. Okay. Omdat ik van thuis uit niet mocht voetballen. Ik was 12, 13 jaar. We hadden niet de financiële middelen, dus geen lidgeld, geen voetbalschoenen, dit, dat. En mijn LO-leerkracht zei tegen mij van, ik ga dat veranderen. Ja, heeft me meegepakt naar een training KV Mechelen en sindsdien is alles begonnen. Hoe lang heb je daar gespeeld? 4 jaar. 4 jaar, dus ja. Dan ben je vanaf je 12e tot je 16e. Ik ben 16, 17 ja. En dan ben ik naar Putten gegaan. Naar Putten? Yes. Dat is in de buurt van Mechelen zeker zo. We zijn verhuisd, dus ik ben daar gaan voetballen. Mooie dingen gedaan. Ja. Toernooi in Barcelona gaan spelen tegen Barcelona. Oké, okay, mooie clubs met Putten. Ze spelen nu derde provinciale. Dus. Wie is de beste speler waar tegen je hebt gespeeld? Dat was snel die vraag. Ja, maar normaal als hij zegt ik heb in Barcelona gespeeld, kun je zo zoals Messi. Nee, zeker niet. Ik weet niet dat ik tegen hem heb gespeeld, waarschijnlijk niet. Maar we hebben een wedstrijd gespeeld daar tegen Rapid Wien. Okay. 7-0 zijn we verloren. Wow. Hey. Terwijl we wel een goede ploeg, want we hebben daar tegen Villarreal 2-1 maar verloren. Mm-hmm. En toch tegen nog ploegen draw gepakt. Maar Rapid Wien 7-0, er waren spelers. Namen, ik weet niet. Zijn er mensen nu die nu bekend zijn waar tegen je hebt gespeeld toen? Ja, weet de naam. Geen idee, echt geen idee. Waarschijnlijk wel. Dat waren echt topclubs. En waarschijnlijk is er wel 1 of 2 man doorgebroken sowieso. Maar. En wat heb je dan na... Nog een vraag, sorry. Wat heb je dan na Putten gedaan? Ik ben naar Heist gegaan. Oké. Okay. Naar Heist. Daar een beetje blessureleed gekregen. Dus nooit in de eerste ploeg gespeeld. Mm-hmm. En dan ben ik naar buitenland gegaan. Naar Italië gegaan. Yes. En hoe lang heb je daar gezeten? 4 jaar. 4 jaar? Oh. Ja, oké. Okay. Dus toch wel iets aan voetbal kunnen halen. Mooie tijd gaat daar. Veel voetbal. Oké, okay, en wat is er dan gebeurd? Zware blessure. 1-1 met de keeper, laatste minuten. Voeten vooruit, met zijn toppen op mijn knie. En kwastjes op mijn knieschijf. Hoe lang was je oud? 1,5 jaar. Oeh. Wow. Contract direct verbroken. Ja. Direct. Direct. 2 maandjes. 2 maandjes. 2 maanden gerevalideerd, zeg maar. Maar ja, operatie, dit en dat. Dus. Dan ben je terug naar België gekomen. Terug naar België. En wat heb je dan daarna gedaan? Dan ben ik begonnen met straatvoetbal. Oké. Okay. En waarom? Hoe oud werd je toen? Ik was, even denken, 25. Oké. Okay. En waarom die switch naar straatvoetbal? Ja, weet je. Je weet dat je carrière over is. Hè? Profvoetbal op het veld, dat is waar ik van hou, op het veld. Mm-hmm. Dat heb ik altijd willen doen, dat is mijn droom. Hè? Ik van kind af aan, zoals veel anderen. En dat was klaar, dat weet je sowieso. Als je zo'n blessure hebt, dan weet je dat dat klaar is. En ja. Straat, ik ben altijd als van kleins af aan ook op de straat beginnen voetballen, pleintjes voetbal. Ik heb dat terug opgepakt, ben gaan werken met Street Soccer Belgium. Mm-hmm. Zo'n panna-bedrijf, street soccer-achtig bedrijf. En daar, liefde gevonden voor panna-voetbal, freestyle-voetbal. En we hebben dat een beetje meer ontwikkeld. Oké, okay, dat is mooi. Ja, ik heb ook wel een paar video's van jou gezien op Instagram. Dan dat jullie dus bewegingsjes leerden aan kleine jongeren, maar ook gewoon zelf tricks en skills deden, dus vandaar ook. Maar... Dus je bent dan gewoon gaan freestylen, echt puur gaan freestylen. Van waar heb je dan die inspiratie gehad om te gaan zeggen van kijk, ik ga nu echt freestyle video's maken, ik ga er echt wel volledig instorten. Want wat ik van nu weet is van, je bent echt heavy into die streetvoetbal dinges. Want je hebt mensen zoals voor u gehad, zoals Ilias Touba, ken je die? Ja, ik ken hem. Dus jij hebt iets gelijkaardigs gedaan zoals hem, maar denk je dan nog op een iets groter... Ah ja, jij doet niet mee aan internationale toernooien, maar... Ik vind dat je wel er heel veel hebt uit kunnen halen tot nu toe met je streetvoetbal. Dus social media sowieso... Beter gebruikt dan hun, zeg maar. Ja. Want als Ilias Touba, ook echt een goede straatvoetballer, een goede freestyler, als hij zijn social media meer had gebruikt, mm-hmm. had hij misschien 100.000 volgers, zeg maar. Ja. Want hij was vroeger begonnen. Snap je? Een Touzani, eerste freestyler, heeft dat perfect gebruikt. Daarom heeft hij nu 2 miljoen volgers. Is Touzani dan uw voorbeeld, zou je zeggen? Van straatvoetbal? Nee. Ik heb hem nooit echt als voorbeeld gezien, maar wel
legend, hè. Je hebt alle respect voor hem, maar... Heb je dat gevolgd? Allee, heb je dat echt actief gevolgd of echt pas na je... Echt pas erna, want ik was er nooit mee bezig. Snap je, ik ben wel die technische speler op het veld, dus ik probeer wel skills erin te brengen, overstapjes, elastico, dit en dat, maar daarbuiten nooit echt gevolgd. Hij was wel de originator, toen zijn we. Hij was wel de eerste guy die echt... En maar is er een verschil tussen streetvoetbal en het freestyle voetbal dat jij doet? Streetvoetbal, je hebt eigenlijk twee onderdelen. Je hebt pannavoetbal en je hebt freestyle. Freestyle is dat je die bal hoog houdt met van alles dat je kunt. Er zijn nu mensen die salto's maken tegen de muur, ballen omhoog houden, snap je? En dan heb je pannavoetbal, ja. Die, je kunt iemand op twee seconden door de benen spelen. Ja. Maar wie zijn elk je voorbeeld qua freestyling voetbal? Heb je er een? Qua freestyle? Nee, ik heb niet echt een voorbeeld. Dus kijk meer naar jezelf. Je haalt ook inspiratie gewoon van Neymar, Ronaldo, dit en dat. Je ziet trucjes dat die doen. En je gaat erop verder denken. Wat kan ik daarbij aanpassen? Snap je? Die Around the World is ook gewoon gebracht door iemand. Ik weet niet eens door wie, maar dan ga je daar gewoon op verder bouwen. Je verzint ook gewoon je eigen trucjes en zo. Hartsterk. Heb je eigen skill? Ik heb mijn eigen skill, maar... ik weet niet dat jullie kennen, Sean Garnier. Ja, sowieso. Voor mij is hij de... Dat is mijn lievelingsfreestyler. Ik ken er niet veel, maar dat is zo voor mij... De guy. Hij was op FIFA Volta, daarom dat ik zijn naam... Klopt. Zijn naam blijft hangen sowieso. Maar hij heeft een skill gedaan, Dragon Step Over. Ik heb die ook op mijn Instagram. We hebben een bal hier, als je dat wilt, kunt je dat... Ik heb liescheur, alleen een spierscheurtje, quadriceps. Oei. Een paar weken oud. Maar Dragon Step Over dus. Die heeft dat eerst gebracht op Instagram, maar ik deed die truc al vroeger. Snap je? Maar... Dus ja, hij heeft wel de credits naar die trick, maar ik deed die vroeger. Dus dat is wel een trick dat ik denk van, ik heb die sowieso gevonden. En dan de volgende vraag die ik heb is, met wie zou je graag een freestyle battle willen hebben? Dus 1-1 of een panna battle? Nee, ik weet niet. Gewoon random voetballer. Maakt niet uit wie. Voetballer of freestyler? Cristiano, sowieso. Hè? Ronaldo? Sowieso. Geen Neymar? Nee, Ronaldo. Liever Ronaldo. Ronaldo. Oké. En freestyler, of heb je daar geen voorkeur naartoe? Ja, Tuzani dan. Toezani. Je speelt nu bij Lierse Proost. De vraag die eigenlijk voor u uit was, je hebt veldvoetbal gespeeld en zaalvoetbal. Wat zijn dan de grote verschillen tussen die twee sporten? Want ik heb dan, je hebt mij vorige keer gezien en ik heb nu gezegd van wauw, het verschil van veld en zaal is zo groot. En, want jij zei tegen mij van, jij wilt te snel vooruit spelen. Omdat bij voetbal eerst gedacht is vooruit spelen, maar jullie spelen eigenlijk, je moet als blok naar voren schuiven. Dus wat is voor jou dan het grootste verschil tussen voetzaal en voetbal? Het tactische gedeelte, hè. Ik wil er ook iets aan toevoegen, bijvoorbeeld voetbal en het freestyle voetbal. Wat is je voorkeur? Want je had een droom vroeger en je hebt die door omstandigheden niet kunnen vervullen. Als je nu vergelijkt de twee, waar voelt je het beste bij? Als ik terug zou kunnen gaan, ik zou altijd terug gaan naar veldvoetbal, sowieso. Okay. Ik zou freestyle direct weggooien, zeg maar. Okay. Sowieso. Dus liever een bekende voetbal dan een bekende freestyle? Ja, sowieso. Sowieso. Oké, en je bent nu geselecteerd door Neymars 5. Hoe was dat? Schik, hè? Ja, man. Dus, hoe is dat gebeurd? Dat is een competitie. Dus dat is een jaarlijkse toernooi waar alle landen aan meedoen. Overal zijn qualifiers, dit en dat. Maar er is ook altijd een online wedstrijd. Dus ik heb meegedaan aan die online wedstrijd. 60 seconden een skill-inzending. Gewoon al je skills aan elkaar geplakt, dit en dat. En... Of hoe weet je nog die Yoga Bonito-video's? Elke keer een bal kwam zo, doet trucje, heeft hij door. Met die in vlieghaven. Alles, man. Met de nationale ploeg van Brazilië. Of dat Brazilië tegen Portugal was. Nee, die ene chain zo. Zeg maar, Ronaldinho maakt zo'n filmpje, die bal rolt zo. Hij doet ineens stepovers, hij gooit die door. Of ik mijn eigen filmpje doorstuur naar Nike, had ook naar Dat zijn gekke video's. Nee, maar freestyle-video's van vroeger waren echt wel hard, man. Ik weet niet of die allemaal real waren, maar het was wel hard. Maar dat was fake. Ronaldinho die is allemaal tien keer op de lat gelaten. Liefde iemand anders. Ik heb een vraagje. Hebben jullie vaak zo vroeger voetbalshows gezien? Zo animated voetbalshows? Zoals Galactic Voetbal? Ja, Galactic Voetbal. Voetbal was wavy. Ik weet dat is iets random, maar dat was echt wavy. Heb je Olivier Tom? Huh? Dat is in Frans, maar je hebt zo'n... Dat is Frans, weet ik. Dat is zo'n manga. Waar is nummer 10? Ja, ik ken die manga. Nooit gecheckt, maar... Sowieso, maar Galactic Voetbal, sowieso, shout naar hun. Want dat was hard. Ik vind dat nergens meer, maar dat was hard. Shout-out naar Galactic Voetbal. Nu over tv gesproken. Je bent de acteur in Panna. Jorgo. Je bent de bad tough guy. Leg eens uit, hoe ben je daar geraakt? Hoe hebben ze jou gevonden? Heb je audities moeten doen? Hebben ze jou gecontacteerd? Ik heb een beetje geluk gehad. Want eigenlijk was ik gewoon van plan. Allee, ik was opgebeld, gecontacteerd om als stand-in te werken. Ja. Dus, want het zijn eigenlijk allemaal echte acteurs die dat doen, maar die niet echte skills hebben. Dus ik zou normaal mijn benen zouden worden gebruikt, die de skills aan doen. Maar
Op die dag was het een testshoot en er was geen Jorgo aanwezig. Dus ik heb die rol op mij gepakt en ze vonden dat ik dat goed deed. Bam. Oké, dat is natuurtalent. Goeie moment, goede plaats. En wat vind je ervan, de ervaring? Ik vond dat nice. Ja? Echt nice. Nu een beetje raar om je eigen zo beeld te zien, maar het is wel graag. Wacht tot je dit kijkt. Milliviews. Nee, maar het is leuk, man. Ik denk dat we nu een switch gaan maken naar het hedendaagse voetbal. Je hebt nog steeds je MVP, maar dat ben je nog niet doorgestuurd. Dus als je dat wat? Je MVP van het weekend. Mm. Dus als je er eentje hebt, maakt niet uit wie. Karim Benzema. Waarom Benzema? Let's fucking go. Let's fucking go. We're running propagandas. Bro, hij is gewoon de man in vorm. Hij is de man van Real Madrid gewoon. Mm. Wie stopt je er in La Liga? Benzema. Wie heeft meest assists in La Liga? Benzema. Voilà. Wie heeft er 0 assists en 0 doelpunten in Premier League? Denk niet dat hij 0-0. Hij heeft een assist tegen Arsenal. Hij heeft nog geprikt twee jaar geleden. Maar wat ik grappig vind wel is wel... Heeft hij een doelpunt en assist Premier League dit jaar? Jawel, wat kan niet. Onmogelijk. Ja. We gaan niet checken. We doen even een intermezzo met Coca Sport. Dan ook, dat is te weinig voor Kane. Ja, maar. Wat hij ook heeft, dat is... Maar hij wil daar niet zijn. Hij wil daar niet zijn. Ja, maar hij wil daar niet zijn. Dus wat moet je dat hij doen? Hij wil daar niet zijn. Maar ik vind dat grappig. Shout out naar Benzema, maar je kunt pas al deze shit doen dat Ronaldo en Messi weggaan. Sissi, shout out naar jou. Jij bent echt een topper. Ik zeg u dat Ronaldo niet zou hebben gedaan wat hij bij Real heeft gedaan als hij geen Benzema naast zich had. Ik zeg het je nu al. Maar waarom is dat een excuus? Hij was cruciaal voor Ronaldo. Ronaldo zegt dat zelf. Man, balekoe, Ronaldo boeit me geen zak. Kane is hard. Dat is waar het om gaat. Je hoort dat vaak. Kane is hard. Wow. Hey, Tim, ik hoor een clipje. Nee, weet je wat? Knip dat, want ik heb dat gezegd, maar dat is voor. Benzema is hard. Ik was in de war. Kapot hard. Je hoort vaak die tijden van Ronaldo naast Benzema, dat Benzema... Gelijk. Heb ik gelijk? Hij moet even iets zeggen. In de Premier League heb jij gelijk. Dank je wel. In de Premier League heb jij gelijk. Ah. Oké, ga maar. Sorry. En wat heeft hij wel assist of goal? Ja, in de League One in Cup. In alle competities wel, maar... In de Karachi Cup heeft hij een assist gegeven. Wie is jouw MVP van het weekend, Jill? Mijn MVP is Daniel Maldini van de Maldini Dynasty. Wacht, was je hem niet aan het bashen? Ja. Maar hij is vol, weet je waarom? Hij basht people. Eén episode, zoals onze vriend Hans van Aken. Volgende episode, de goede guy. Dan heb je Maldini. Heb je me ongelijk bewezen? Omdat hij één goal scoort. Dat is gewoon sentiment, zie. Je bent romantisch. Ja? Maar ik geef hem toch niet MVP omdat hij de beste voetballer ter wereld is? Waarom geef je MVP? Ik geef hem MVP omdat hij 18 jaar nadat zijn vader het laatste doelpunt voor Milan heeft gescoord, heeft hij zelf voor Milan gescoord. 60 jaar nadat zijn grootvader het laatste doelpunt voor Milan heeft gescoord, heeft hij zelf een doelpunt gescoord. En we gaan gewoon doen alsof zijn oudere broer Cristian Maldini niet bestaat, want hij speelt in derde klasse in Italië en om een of andere reden gaan we hem gewoon vergeten. Maar Daniel Maldini is nu gewoon... de traditie verder aan het zitten van de Maldini's bij AC Milan. De enige wat ik fucked up vind is, toen Maldini met pensioen ging in 2009, zei bestuur tegen hem, wat weet je, we houden nummer 3 in pensioen. Ja, maar ik ga nog iets zeggen. Ik vind dat fucked up voor hem. Ze zeggen, we zetten nummer 3 op pensioen totdat je zoon hier speelt. Dan zijn zoon speelt, dan krijg je 27 als een bad tip. Hij is toch geen beloftespeler? Geef hem een serieuze nummer. Misschien heeft hij dat zelf gekozen. Als hij dat zelf heeft gekozen, dan moet hij weg. Maar wacht, was die 3 voor hem bedoeld of voor zijn oudere broer bedoeld? De 3 was voor Maldini bedoeld. De ja, maar welke Maldini? Luister, het rugnummer 3 is alleen voor een Maldini. Ja, maar speelde Christian ook bij AC Milan op dat moment? Heeft hij niet gespeeld? Nee, maar bedoel, in de jeugd. Ah, bij Primavera heeft hij gespeeld. Ah, misschien was hij van, was bedoeld van mijn broer, dus ik kan dat niet pakken. Zeg maar. Ja, misschien was dat zo eentje. Als de oudere broer voor is en jij bent beter, dan pak zijn nummer wel. Zal maar respect voor uw broer, pak ik 27. Maar het ding is, voetballers hebben een bepaalde affectie aan een nummer toe. Heb jij een bepaalde nummer dat je graag draagt? 10? Jij? 7. Ja. Wie heeft er affectie voor 27? 7 en 19. Ik heb... Wat? 7 en 19. Waarom 19? Dembaba. Ah. Oh, wat is die van jou? 20. Ik heb ook 20, zie je? Ik heb van 20. Ik heb 20 om andere redenen, maar... Iedereen heeft een eigen affectie voor een nummer. 20 kilo, man. 20 kilo. 20? Ah, broer, dat gaan emotioneel op elkaar worden. Dat is heel sentimenteel. Dat was gewoon een moeilijk jaar, 2020. Mijn MVP, Daniel Maldini. Maar wie was jouw MVP? Emiliano Martinez, keeper van Aston Villa. Ah, nee, dat is echt slecht. Maar dat is expres. Maar ik vind het niet erg. Allee, waarom? Wat heeft hij gedaan die wedstrijd? Ik vind gewoon dat hij... Kijk, Shithouser, ik hou daarvan. En hij is iemand, hij kan trash talk als een baas. Oké.
in de dingen. Dus jij geeft paar, iemand. Zo doet tegen die Paul van Oltrepel. Wacht. Jij geeft iemand de MVP omdat hij ook kan trash talken. Gewoon omdat hij ook erkenning krijgt voor zijn keeper skills. Want hij was vorig jaar in de top 3 van de Golden Gloves. Oké. Copa America was ook topper. En daarom geef je hem dit weekend speciaal MVP. Ja, want hij moet die eerst zo niet vorig weekend. Ja. Niet volgend weekend. Ja, dit weekend is gewoon opvallend. Omdat dat gewoon hier is. Wees gewoon eerlijk. Omdat mijn ploeg heeft verloren. Zeg dat gewoon eerlijk. Nee. Ik ga je dat zeggen voor jou. Ja. Ja, als mijn ploeg verloren. Aston Villa is mijn MVP. Maar hij durft. Fuck Daniel Maldini. Maar Aston Villa is mijn MVP. Weet je wat grappig is? Hij durft, want zijn ploeg heeft zelf verloren. Wat heeft de ploeg gedaan? Bro. Ja. En je ploeg heeft echt. Oké, maar Emiliano Martins is mijn MVP. Wat is dat? Oké, ja, Savan. Allez, nog een andere reden. Ging trappen. Afgezien tegen hem, kom trappen, trap. Ja, zit je, hard ballen. Dat is een gemaakt. Ja, als United fan, waarom de fuck trap Bruno penalties die penalty? De laatste minuut. Ik denk dat er een afspraak is tussen Solskjaer. Mag ik mijn uitleg doen? Ole zei. Mag ik mijn uitleg doen? Zeg maar. Vas-y. Ole zei, er is geen afspraak. Die moeten zelf... Want hij gaat dat echt wel zeggen voor de camera's. Dus jij gelooft... Jij gelooft dus alles wat een trainer op camera zegt, ja of nee? Luister. Dus als Parigola zegt, we hebben net 3-0 verloren, maar I'm happy that we played well today. I'm so happy today. Gelooft je dat? Luister. Oké, vas-y. Ik citeer Ole. Wat ik nu ook zeg, dat wordt hoofdtitel. Fuck you. Dat wordt... krantenkop, dus ik ga daar niet echt diep op ingaan, maar die moeten zelf wel allebei afspreken wie wat neemt. Die zijn allebei toppers, allebei goede penaltytrappers. Ronaldo heeft de meeste penalties gescoord in voetbal, in het algemeen. En Bruno heeft ze bijna allemaal erin gelegd, dus... Je hebt net gezegd, die moeten zelf afspreken. Onderling. Dus er is een afspraak gemaakt, maar je hebt me niet laten uitpraten. Ik hoop dat dat een leugen is. Ik hoop dat je als manager wel gewoon 1, 2, 3 zegt. Ja, maar ik hoop dat ook. Maar ik denk gewoon van, kijk, ik denk dat hij inderdaad gezegd van, kijk, jullie twee beslissen zelf gewoon. En ik denk dat ze dan... Nee, dat is voor je, je moet echt bouwen. Je mag vasthouden. Ik denk echt dat ze een soort van rotatie hebben gemaakt. Van kijk, jij trapt deze, ik trap de volgende. Met de vrije trap hebben ze dat ook gedaan. Bruno pakte de eerste, dan was Ronaldo, dan Bruno, dan Ronaldo. Dus ik denk dat er gewoon een afspraak is gemaakt. En ja, oké. Okay. Ik ga er niet mee akkoord, want Ronaldo moet ze gewoon allemaal pakken. Voor mij is het... Maar op zich... Ik zou als coach gewoon zeggen, dit is 1, 2, 3, 4... 1, als jij hem niet wil trappen, trap 2. 2, als jij hem niet wil trappen, trap 3 en zo verder. Maar Bruno wil ze pakken voor boos... Ik hoop dat logisch is. Ik hoop echt dat sowieso. Dat logisch is. Want als jij zegt, beslis op het moment zelf, en twee mensen willen trappen, dan ga je die debbies hebben. Ja, sowieso. Ja. Hoeveel penalty heeft Bruno gemist tot nu toe? 3. Van de? Ja, maar voilà. Maar van de hoeveel? Ja, voilà. Ja, van de hoeveel. Ronaldo mist ook penalty's. Ronaldo heeft niet altijd penalty's gescoord. Hè? Ik heb het over Bruno. Hij heeft vorig jaar zelfs 2 keer gemist in dezelfde... Dat is één in de zoveel dat hij misnapte, dus dat maakt niet zoveel uit voor mij. Nee, maar ik vind gewoon, als Ronaldo daar is, moet hij het nemen. Bon, dat maakt niet dat uit. Snap ik. Ik ben volledig mee. Mijn MVP is Miachi van Antwerp. En dat is niet... Het is Miyoshi. Miyoshi, sorry. Dat is racist. Ah, Miachi is van Arsenal, sorry. Miyoshi van Nee, Antwerp. Dat is Tomiyasu. Nee. Ervoor. Ik heb Rio Miachi van Arsenal, respecteer me. Miyoshi van Antwerp, ik heb hem live gezien, Antwerp tegen Genk, en ik vond hem heel goed spelen. Dat is een baller. Ze vroeg uitgekomen wel, maar ik vond hem wel heel goed, presteren. Een baller. Ja, is hard. Maar ook, je had ook tegen mij gezegd van, als hij presteert in de wedstrijd zoals hij doet op training, dan ga je wel zien. En ja, ik heb geluisterd en ik heb hem goed in de gaten gehouden. Ik vond dat heel goed gepresteerd. Een goede voetballer. Beste man op veld voor mij. Toen. Tegen Genk Antwerp. Ja. Ik heb de match niet gezien. 4-2. Dank je wel, by the way, voor de ticketten. Ja, is het naar jou. Goeie gast. Hij is naar geweest. Ja, ik ben kozen. Maar hij is een half uur later gekomen, zoals altijd. wedstrijden van deze week. Ik wil graag dus even kort spreken over Genk Antwerp. Wij twee hebben de wedstrijd bekeken. Heb jij de wedstrijd toevallig gezien? Niks gezien. Wat ik gewoon wel snel wil zeggen is van het probleem wat ik vind bij Genk is dat ze één bepaalde patroon hebben qua spelen. En dat is die vroege voorzet langs de kant van Munoz, tweede paal, Onuachu en dan hopen dat er iets gebeurt. Mm-hmm. Inshallah. Ja, inderdaad. Dat is Onuachu en inshallah. Ito is een heel goede speler, maar ik vind dat ze misschien zijn potentieel een beetje naar rechter trekken omdat ze de hele tijd op die rechtse flank zitten. Allee, hij moet af en toe eens denk ik van flank wisselen. En het probleem is gewoon van ze zijn heel rechtsdominant. Dus langs links wordt er bijna nooit aangevallen. Mm-hmm. En zeker als Bongonda nu eruit is, wordt er langs links bijna nooit aangevallen. Dus dat zijn de kleine dingen, zou ik wel zeggen. En Antwerp was goed in de omschakeling. Valt op dat Bongonda er niet is, want hij is iemand die creativiteit brengt. En dat miste heel erg bij Genk. Antwerp ook wel een beetje, maar die waren wel efficiënt. Maar ik vind... Er zijn ook niet zoveel creatieve spelers in de Pro League, denk ik dan. Wat voor type speler was jij? Noah Lang.
Wauw, dicht een naam. Zat je zo'n Noah Lang en Bongon, daar zo die profiel, daar hebben ze meer nodig in Premier League. Want, ja. Was je ook een beetje arrogant zo? Positieve manier? Nog altijd. Zelfzeker dan, ja. Maar dan, ja, als straatvoetballer moet dat denk ik ook. Hè. Snap durven proberen. Noah Lang, interessant. Veel negatieve punten. Zoals? Alleen spelen bedoel ik. Ik heb vorige week nog een rode kaart gekregen. Gewoon door te discussiëren, snap je? Afoe! Ik zeg, Paquet had een gele kaart gekregen omdat je met een rainbow flick had gegeven in Liga. Dat kan toch niet, bro? Ja, ik heb gezien. Neem maar dat een statement gemaakt. Ah, dat maak ik boos. Dat is hem ook overkomen een paar seizoen geleden. Ja, dat twee jaar geleden ook. Ja, ik weet het. Door corona. Dat snap ik echt niet. Ja. Dat slaat toch nergens op? Ja, ik snap het. Waarom? Nee, ik snap het niet, bedoel ik. Nee, ik snap het ook niet, heb ik gezegd. Maar ja. Afvoer, ze noemen dat spelbedrijf, ik snap dat niet. Als er iets is waarom... Ik vind dat gewoon disrespectvol. Je komt toch naar een voetbalwedstrijd kijken om zo'n dingen te zien, of hoe? Ja, de hele tijd iedereen 4-3-3, dus constant breed spelen. Dat wil ik dat zien. Nee. Dat is door zijn benen. Doe zoals hem. Maar het moet mooie voetbal zijn. Doe die dragon flick. Als je de keeper voorbij gaat en je kunt die binnenkoppen, doe dat. Nee, snap je? Gele kaart waard. Wallah, ik hou van jou. Wallah, jij gaat terugkomen. Nee, maar ja, dat is een bepaald respect dat je tegen moet. Nee, fuck dat. Dus een bepaald respect. Weet je wat? Ik vind dat zelfs meer respect hebben als je iemand... Stel, het is 3-0 tijdens de rust, ja? Ik vind dat je meer respect geeft als je 6-0 wint van iemand dan als je bij die 3-0 blijft. Ja, dat is respect om te zeggen... Ik ga soft doen voor jou. Ja. Dat is geen respect. Maar je zou dat niet doen als je 3-0 voor staat. Dat is wat ik wil zeggen. Neymar doet die dingen als hij weet dat hij 3-0 voor staat. Hij kan een beetje... Waarom zou je niet mogen? Nee, maar hij doet dat alleen als je dat gewoon doet. Gewoon sick tijdens de game, dan ga ik zeggen... Bro, fuck dat. Eerste seizoen dat Neymar, dat was 0-0. Toen hij ook net was aangekomen in Spanje, deed hij dat ook. Toen hij net van Brazilië kwam. Maar je moet dat doen. Kan je daar een gele kaart aan doen? Nee, ik vind dat niet correct. Want hij heeft ook... Maar het ding is gewoon van, jij rookt een reactie uit bij de tegenstander. Ja, broer, dat is toch niet zo'n probleem? Dan moet je maar beter verdedigen. Ja. Weet je wat de reactie is die jij moet hebben? Geen emoties. Ik ga die bal afpakken. Nee, kijk, Gilles. Als iemand je een panna geeft, wat is je eerste reactie die je gaat doen? Ah, ik ga de bal pakken. Gaat die guy toch onderuit nemen? Nee, jong. Die panna mag niet, plus, afgemaakt worden. Plus, dat is toch zo? Iedereen die me ooit een panna heeft gegeven, mag reageren op deze video. Niemand heeft me ooit een panna gegeven. Ah, je straks een panna geven. Hier? Dat is niet op veld. Niemand heeft mij op veld ooit een panna gegeven. Nee, maar Brian, als je gaat beginnen een gele kaart uitdelen omdat iemand uitdagend voetbalt, omdat hij voorstaat en dan... Iets extravagants doen, bro. Ik ben niet in het volgende wat ik aan het zeggen ben. Ik ga er niet akkoord mee, maar ik vind wel, als je dat doet, moet je dat ook kunnen doen tijdens 0-0. Dat is eens wat ik vraag. Want ik geniet er ook van. Maar moet je alleen doen als je 3-0 voor staat. Maar dat in mijn ogen een beetje aan poesie. Hoeveel coaches zeggen tegen hun spelers? Moet je daar een gele kaart voor uitdelen? Als je 2-3-0 voorstaat, maak gewoon plezier. Hoeveel coaches zeggen dat? Ik ga je sterker nog. Ik hoor dat wel vaak. Ja, ik vind dat ze dat niet meer zeggen nu. Zeggen nu van als je 2-0 voor staat, blijf spelen. Het is 0-0. Op dat niveau misschien niet, maar... Ja. Bijvoorbeeld in basket, zoals die veel voorstaan, begin je gewoon rond te spelen. Maar begin loops te geven en zo, begin toch graf te doen. Bayern bijvoorbeeld. Zie? Bayern bijvoorbeeld. Maar je zal dat niet doen als je voorstaat. Maar weet je, Paquet heeft dat gedaan toen we één keer 0-0 stonden. Hè? Want ik weet, die video is heel de wereld rondgegaan dat iemand rainbow flick gaf. 10 seconden later kregen we een schot tegen op doel. Afvoer. Iedereen was aan het zeggen, oh, Paquet dat dit, Paquet dat. Ah, shit bij ons, hè. Ik ben blij voor hem dat in Frankrijk lukt, maar wat shit bij ons. Afvoer, je weet, ik heb diep gezeten met Milan. Hè. Elke episode, Jill. We gaan even snel segue naar Inter-Atalanta. Jill heeft daar het meeste over te zeggen. Jij zegt tegen mij, als je hier binnenkomt, zet Inter-Atalanta op. Ik zet Inter-Atalanta op, je hebt niks gekregen. Klopt. Nee, maar dat was een afspraak van... Dat was geen afspraak van wie ging er hosten. Dus ik was niet op de hoogte. Dan krijg je een half uur voor de show. Brian moet hosten, dus ik moet voorbereiden. Maar mijn intro was keer, anno. Niks te zeggen dan. Maar Inter is gewoon het seizoen begonnen. Ik zei vorige aflevering trouwens ook van ik wil het zien tegen een ploeg in de linkerkolom. Atalanta is die ploeg uit de linkerkolom. Ze hebben 1-2 achter gestaan. Ze zijn teruggekomen. Dat heeft mentaliteit gekost. Ze hebben een mooie voetbal. Shout naar Malinovski door, want die trap die hij in Genk had. Magnifiek, hij heeft die nog steeds. Inter is nog steeds, net als Milan trouwens, aan het killen in de Serie A. Dus momenteel staan Milan, Inter en Napoli, als Napoli vanavond wint, want dat gebeurt tijdens de opname, dan staan Napoli op kop met Milan en Inter achter zich. Cadiz, Barcelona 0-0 en dan nog Granada, Barcelona 1-1. Hé, Pita, ik heb die twee matchen gezien. Hè. Barcelona is incroyable. Alex? Hij is niet aan het luisteren. Maar. Hoe kan je één goal scoren tegen Cadiz en Granada? Als je Piqué in de spits zet, dan Piqué en Araujo in de spits zetten. En die bleven er maar op
crosses ingooien. Dan tegen Cadiz, Coman pakt rood, De Jong pakt rood, Frenkie, François Lejeune. Ah, en dat was twee keer onverdiend geel ook nog, hè? Piet, hè? Gaat niemand mee praten? Hij kan gewoon monoloog doen. Nee, ik wou gewoon vragen: van, ja. Is het tijd om. Ja, is het tijd voor Coman dat hij vertrekt? It's time to go! En wie gaat hem vervangen dan? Goeie vraag. Nu Martinez of Xavier? Ja, dat is. De kleedkamer heeft Xavi als voorkeur. De board heeft. Hoe weet je al deze dingen? Dat is mijn andere vraag. Hoe weet je al deze dingen? Martinez is de voorkeur van Laporta en de kleedkamer wil Xavi. Dus. Maar hoe weet jij dat? Internet. Zal mij moeten weten van WhatsApp-groep van Barcelona. Nee, maar dat is ook wel zeggen, bro. Zeg gewoon de twee voorste. Ah, maar kijk, jij vraagt mij wie. Ik zeg gewoon wie ik denk, bro. Wie zou jij pakken? Hier aan? Wie zou jij pakken? Geen een van allebei. Wie zou je dan pakken? Bielsa. Maar zou Pedri's hamstrings gaan niet halen. Ja. Hij is nu blessa, hè? Denk je dat een andere coach nu naar Barca gaat blijzen met de kern? De spelers die Koeman heeft gebracht? Louis van Gaal wel. Ja. Louis van Gaal is de enige coach. Als Nederlander. Ja. Louis van Gaal is de enige coach. Nee, maar hij houdt zo van die... Hij houdt van uitdagingen. Ja, hij houdt van uitdagingen. Dus hij gaat zeggen van... Dit is iets voor mij. Ja. Bielsa hij zou hard zijn. He knows ball. Ja, maar ik denk Bielsa zou niks. Ja, hij maar kun je dat weg wilt? Hij heeft een mooi project bij Leeds lopen. Ik zie hem niet weg. Ja, maar ze staan nu waar? Hoeveel staan ze nu? Komt hij zien? Af voor dit jaar, het gaat moeilijk worden. Ze staan nu 18. Iedereen is moe, iedereen is dit. Ja, ze staan 18. Maar dinges. Ik zie Xavi niet. Ja, dat is meer liefde, maar ik zie hem niet succes halen. Ik snap de filosofie van hij heeft onder Rijkaard en onder Guardiola en zo dingen gewonnen. Hij heeft mooi voetbal gebracht. Déjà, hij heeft nul serieuze ervaring. Want die 97 matchen in weet ik welke competitie daar, die niemand respecteert eigenlijk. Snap je? Dat telt niet. Hmm. En plus, je gaat naar Barcelona, je gaat met de mentaliteit van ik heb heel mijn leven tiki-taka gespeeld. Heel mijn leven met de beste voetballers ter wereld. En nu ga ik naar Barcelona met Gavi en Nicola, weet ik veel, die jonge guy op middenveld. Ga met Busquets, die 45 is en niet meer kan lopen. Je had met een halve ploeg starten. Je had met Luc de Jong in de spits starten. Je gaat geen tiki-taka kunnen brengen. Ik denk dat mooie voetbal. Want de prop die ik Martinez zou moeten geven is... Nee. Ik wou het zeggen, dat was dom. Nee. Nee? Maar ik zou wel voor Martinez... Tussen die twee zou ik Martinez kiezen. En ik vrees ook gewoon dat als Xavi komt, hetzelfde als Lampard zou gebeuren. Want Lampard is weggegaan langs de kleine deur, teruggeleefd, hersteld wat hij kapot heeft gemaakt. En dan haalt ook je legacy bij de ploeg naar beneden. Mm. Ik zou niet graag zien. Ja, ik zou dat echt spijtig vinden. Ja, het is een moeilijk project voor beide coaches, vind ik. Wat zou Roy Duivels moeten doen als Martinez weggaat? Wie zou je pakken? Geen idee. Echt geen idee. Echt moeilijk. Wie is er nu vrij eigenlijk? Company binnenkort. Ik weet niet, dat zal wel. Ah, ik weet dat niet. Oh, het ding is, hij heeft gewoon heel lang bij die groep gezet, dus ik weet het niet. Company, maar je lacht, maar Company is een goede bondscoach. Nee, maar de meek dat ik het zeg. Nee, maar ik... Nee, ik ben dat aan het gaan. Ik denk over. Nee. Maar hij is een goede bondscoach. Hij zou dat wel goed kunnen zijn. Waarom? Hij heeft een bepaalde filosofie. Dat leunt een beetje aan de filosofie van Martinez. Hij moet graag met young boys werken. Pause, als het een pause moet zijn. Als er een pause moet zijn. Als er een pause moet zijn. Maar hoe is het werken? Wow! Maar dus ja. Maar ik denk wel dat Company wel. Maar het ding is gewoon, ik ben gewoon bang dat hij dicht bij die groep gaat staan. Dat hij misschien niet de beslissingen gaat kunnen nemen dat hij zou moeten nemen. Wat jij nu zegt, dat je dacht dat ik bij Zidane bij Real. Nu, Company is wel veel dichter nog bij deze groep dan Real. Dan Zidane bij die speelgroep van Real. Mm-hmm. Maar Zidane was ook gewoon iconic als persoonlijkheid binnen die groep. Ja. Hou hem dan gewoon binnen de camera, het maakt niet uit. Ja, maakt niet uit. Oké, ik heb een quizvraag voor jullie. En als jullie de vraag juist hebben, sorry. Krijgen jullie een cadeautje. Mm. Er zit iets in deze doos. Dat is geen pizza, sowieso. Oh, je hebt hier iets belachelijk. Nee, dat is geen pizza. Mooi, shout-out naar niet de Domino's. Ze doen niet aan free promo. Mijn kiesvraag is... Hoeveel doelpunten werden er vorig jaar gescoord in de Champions League? Totaal. Ik ga eens proberen. Met alles erbij. Alles. Kwalificatie. Alles. Oh, je bent zot. Een hele campagne. Vanaf kwalificatie of vanaf groepsrondes? Hele campagne. Bro, dat is geen antwoord. Alles, kwalificaties, alles.
Jij mag eerst. Oh, daar, begin maar. Nee, begin, we beginnen links. De gast eerst. Moeilijk, hè? 750. Wow. Ja. Jij, je bent volgende. Jij gaat tegen de klok in. Allee, kom, check. Hallo, wel, was ik. Was 750. Allee, laatste kan zeggen het is. Pak 120. Oké. Okay. 275. Check, je hebt gewonnen. Als je nu de doos kunt opendoen en aan de camera laat zien wat je hebt gewonnen, dan zou dat heel vriendelijk zijn. Het was 386 goals, by the way. Kun je dat laten zien aan de camera? Heb je gekregen? Ja, hij heeft ticketten gewoon voor Manchester City, want blijkbaar kun je ticketten van Manchester City krijgen in doosje chocola. Pieter! Ja, dit is de laatste aflevering. Afu, iemand gaat je kopen. Iemand gaat je kopen, Afu. Fuck me. Iemand gaat je kopen. Merde! Merde! Even snel, nah, je bent slim. Naar Guardiola en de fans. Ik ga even respect geven. Nee, dit is de mooiste overgang die een host bij Coca Sport al heeft gedaan. Al die mediagroepen, ik ga jullie niet bij naam noemen. Maar als iemand Brian wilt kopen, bel mij. Ga maar verder. Guardiola en de fans. Guardiola heeft dus een statement gemaakt na de wedstrijd tegen Leipzig. Dat hij vond dat het stadion een beetje leeg was. En hij wou dat de fans meer naar de wedstrijd kwamen kijken. Eerlijk? Daarop hebben de fans van City gereageerd van ja, je zou je beter moeten bezighouden met het voetbal en minder wat wij fans doen. Waardoor dat Guardiola heeft gereageerd. Als ik hier niet gewenst ben, moet ik hier ook niet zijn. Jouw mening? Ik vind City een grappige ploeg. Ik leg de ploeg altijd uit. En heb jij niet getrapt dit weekend? Eerlijk? Ja, maar ik leg hem altijd uit. Ik neem hem niet serieus. Hè. Vorig jaar mei heb ik 3 keer op rij gepakt. UCL finale gewonnen. Ik kan me niet beschouwen waar van ons bestaan tegen City verliezen. Ik heb UCL tegengepakt. Maar dus een grappige ploeg. Stadion is gevuld met officials. Altijd leeg. Mooi stadion, alles. Mooi spel. Maar niemand in de tribune, geen cultuur, geen supporters. Dat is grappig, man. Ik snap wel zijn frustratie wel. Jamie? Ja, is te snappen, hè? Hoezo? Ja, wat hij zegt. Vind je niet dat hij... Als vol shares in de tribune zijn gekomen, die komen kijken naar wat die hebben geïnvesteerd, maar supporters... Vind je dat als trainer je mag reageren naar de fans? Ja, want nee, maar zijn tweede reactie bedoel ik. Ik vind wel dat hij mag vragen van wel, ik heb meer steun nodig, maar dat hij dan zegt van ja, als ik hier niet geweest ben, als je titels pakt, wil ik hier niet zijn. Als je titels pakt, mooi spel speelt, niemand komt kijken, bro, ik zou ook boos worden. Ik snap, want hij komt van... Hij zat bij Barcelona met de gouden generatie en Messi. Hij zat bij Bayern, die gewoon kampioen spelen met hun vingers in hun neus. Dus hij is gewend van bij ploegen te zitten die voor trebles gaan. Ploegen met een historie. Bayern, Barcelona, die hebben een geschiedenis, die hebben een cultuur. Er is geen clubcultuur in Manchester City. Dus ja, je bent de tweede grootste club in hun stad. Mm-hmm. Je vindt dat leuk als ik dat zeg, hè? Nee, dat is goed. Dat is de tweede grootste club in hun stad. Er is niet iets bepaald waar je aan denkt bij Manchester City. Snap je, er zijn geen grote legendes zoals er bij United, bij Liverpool, bij Arsenal zijn. Dat is Chelsea zelfs. Wow. Dat is geen ploeg die een bepaalde cultuur of bepaalde historie heeft. En hoeveel je ook gaat winnen, zolang je niet die Champions League wint of echt iets zet, zoals dat Real soms dingen gewoon wint, kan je ook niet verwachten dat ineens een clubcultuur gaat zijn. Of dat er ineens 66.000 mensen elke keer naar je wedstrijd gaan komen kijken. Het is niet omdat je de beste voetballer scoort, dat je een cultuur hebt of dat er bepaalde mensen gaan komen kijken. Want snap je, iedereen kan je op tv ook zien. Oké. Dat is wel fool. City wint vandaag... Nee, sorry. City won gisteren tegen Chelsea. Eergisteren dan voor de mensen die kijken. Wat waren uw views op de wedstrijd als Chelsea-fan? Als Chelsea-fan zijnde, ik vond dat een zwakke wedstrijd van Chelsea. Een van de zwakste in lange tijd. Wel verdedigd. Niet efficiënt. Maar op zich, City had de bal heel de wedstrijd, maar hij heeft maar één kans gehad op doel. Afgekeken bal was een goal. Dus op zich, hij kon even 0-0 eindigen. Maar het was een kekwedstrijd, vind ik. Het was veel druk van City, maar dat was niet gevaarlijk of zo. Dus middenveld, die tikken rond, maar het slaat niet echt op iets. Hmm. En ik vind dat Lukaku... Dat er ballen worden gegooid naar hem. En ja, en weer zijn keuzes... Is het Lukaku of is Werder? Nou, Lukaku wordt niet goed ondersteund, bedoelde ik. En, niemand was goed. Nee, hij werd niet goed ondersteund. Dus ja, niemand was... Goed, je speelt mij een 8-0-2. Wat wil je doen? Ja, dat vond ik ook wel voor hem zo. We waren thuis en wij starten verdedigend. Dat vond ik ook niet echt... Die gingen gewoon voor als je thuis bent, vind ik dat je voetbal moet brengen en niet achter moet wachten.
Dus ik heb ook iets van, we hebben verdiend verloren. En ja, maar het kon even goed 0-0 zijn. Maar je zegt verdiend verloren, maar je begint je statement met, ja, ze hadden maar één kans. Is het dan echt verdiend verloren? Ja, of op welke wijze? Als meer kansen iemand moet winnen, verdiend City, want okay. Die hebben initiatief genomen. Ja. We hebben gewacht. Ja. Dus. In de Champions League finale hadden jullie maar 2 schoten op doel. Hè? Ja, maar dat was een strak wedstrijd. Na de 42 minuten hebben jullie niet op doel geschoten. Maar we hebben niet altijd achter gestaan om te wachten. Nee, dat is waar. Maar dat is een heel pragmatische aanpak. Van, dat is goed als je, daarop, als Lukaku of Werner in 1-0 scoort. Topplan, hè. Dan, maar nee, achteraf dan kunnen we altijd zeggen... Snap je? Als je met dat plan achterkomt, zeg maar. De mentaliteit waarmee de wedstrijd zijn begonnen, van we gaan wachten en misschien counteren, dat vind ik niet oké als je thuis speelt, man. En plus, ja, als je dat speelt, moet je steeds meer zetten van thuis. Reece James blesseert zich en je zet Thiago Silva erop. Dat betekent, voor mij, vast, gewoon, maar, dat betekent voor mij dat je gewoon geen nieuw wilt incasseren. Ik denk dat dat het probleem is gewoon van... Ze hadden het al moeilijk defensief tegen City. Oké, ze laten niet veel kansen... Ze krijgen niet veel kansen tegen. Maar ze hadden het wel moeilijk defensief. Is nee, maar dan, als je een sub maakt van... Oké, je zit Hudson Odoi erin. Want hij is dan de enige dat je dan daarop kan zetten op die positie. Maar dan ben je iets aanvallender bezig. Ik wil vragen, Brian. Ja. Dat is voor misschien straks. Maar moet je checken of dat Odoi op de lijst staat voor Champions League? Want als hij er niet op staat, heb ik wel iets te zeggen. Ik denk het wel, want hij is een jeugdspeler. Dus je kunt sowieso jeugdspelers nog steeds heen en weer. Want dus je moet niet op de lijst staan. Je kunt op de B-lijst staan. Okay. Vond het een fout om niet met Havertz of Mount te starten? Ook al zagen we in de vorige... Twee wedstrijden, denk ik, tegen Spurs en Aston Villa werd er wel gewonnen, maar ik vond de eerste helft toen ook telkens niet overtuigend. Als je Kanté en Kovacic ziet starten, weet gewoon, en Jorginho samen ziet starten, weet gewoon dat die niet van plan zijn. Nee, maar het had wel gezegd van, Tuchel zei van ja, ik heb niet gestart met Havertz of Ziyech zelf, omdat ze gewoon niet in vorm zijn of weinig zelfvertrouwen hebben. En dan wil ik ook de vraag stellen, zou je als trainer dan, wetende dat je bepaald systeem ervoor is geweekt, want ze hebben met dezelfde speler tegen City gespeeld in de Champions League finale en het seizoen en drie wedstrijden daarvoor ook allemaal gepakt. Dus het werkt wel, maar je voelt nu ze zijn minder in vorm. Blijf je dan nog die speler spelen of wanneer neem je dan een speler eruit? Hoe lang kan je een speler met weinig zelfvertrouwen laten doorspelen? We hebben er gisteren vorig seizoen doorlopend gespeeld. Dus. Als die resultaten ploeg goed zijn, waarom niet? Als je blijft verliezen of je pakt geen punten en je speler is echt fucked up, dan moet je eens gaan switchen. Mm-hmm. Maar kijk, Giroud met Frankrijk. Griezmann blijft spelen. Dan moet je toch geen ding aan switchen, vind ik. Maar hij was heel cruciaal voor die systeem. Hetzelfde als je zegt met Werner vorig jaar, klopt. Maar hij is wel cruciaal voor het systeem. Je kunt niet hetzelfde systeem spelen met Tammy Abraham. Wat ik vond bij de wedstrijd is... Chelsea speelt met een drie-mans middenveld. Wat we niet vaak zien, meestal is gewoon een dubbele pivot. Mm-hmm. Met een drie op van voor. Ik had ook opgeschreven dat ik denk dat Lukaku en Werner... Connectie is er gaat niet werken. Hoe hebben ze al samengespeeld hiervoor? Dat is de eerste keer. Maar dat gaat niet werken, want Lukaku is juist die man die graag beweegt tussen de linies. Achter de linies door eigenlijk. En Werner is nu allemaal aan het doen, dus Werner kreeg al die bal dat Lukaku krijgt. En Lukaku was dan de target point, wat hij eigenlijk het liefst eigenlijk niet zo graag doet. Hij kan het nu wel, heeft het geleerd onder Conte, maar dat is nog steeds niet zijn spel. Zijn spel is meestal in de diepte. Als Werner dan doorkwam en een kans creëerde, was er niemand in de backline. Dus dat kan niet werken. In mijn ogen, als Werner staat, moet hij met Havertz staan. Als je Kanté en Jorginho hebt, die gaan niet... Allee. Van begin af aan is er was nooit iemand mee. Snapte, als Werner mee voorzitten, was dat voor niemandsland. Of hij verliest de bal onderweg omdat hij te lang moet wachten. Dus dat matcht gewoon niet. Iñaki Williams speelt 200 wedstrijden na elkaar voor Athletic Bilbao. Shout-out naar zijn hamstrings, man. Respect, man. Er zijn niet veel spelers die dat doen, hè. Het is 2017, is dat dan, hè? Ja. Geen match gemist. Hij is echt underrated, de gast. Hoe hard werkt jij eigenlijk als freestyler om fit te blijven? Want ik zie wel, op Insta post je vaak zo food preps, dat je een hele week al je eten klaarmaakt. Probeer dus je bent echt wel... Vooral nu die food preps is vooral nu omdat ik je blessure heb. Waarschijnlijk een maandje uit, dus dan moet je dat wel extra in het oog houden. Maar anders... Ja. Anders zit je dan iets normaler. Iets normaler, maar ik train toch wel... Minstens 5 van de 7. Oké. Okay. Wat zijn de trainingen die je doet als freestyle voetballer? Nu minder, hè, omdat ik maandag en woensdag training heb voetbal. Mm-hmm. Dat voetbal er is bijgekomen. En dan dinsdag, donderdag veld, vrijdag wedstrijd, zaterdag of zondag wedstrijd. Dus dan heb ik nog 1 dag over. Dus echt op freestyle trainen, op panna trainen, zo is iets veel minder tijd. Mm-hmm. Kun je echt op een panna trainen? Je kunt dat makkelijk. Hoe train je daarop? Kijk, eigenlijk een panna, je moet je tegenstander laten denken dat hij de bal kan hebben. Mm-hmm. Dus je gaat een beweging doen, je gaat denken, hij is de bal kwijt. En op die moment dat je in zijn hoofd zit, dat zijn been gaat uitstappen, dan ga je die gewoon liggen. Mm.
En jij hebt dat toren-instinct ontwikkeld om te zeggen van op dit moment ga je dat denken, dus voilà. Bro, heeft een video gedropt, heeft een kei twee passie op 5 seconden brug. Ik zeg, bro, doe normaal. Nee, je hebt gelijk. Als je dat doet, ik pak je enkels. Je hebt gelijk de rest. Shout-out naar Tessa Weilaert van de Red Flames. Tessa Weilaert van de Red Flames. Ze heeft 100 caps behaald voor de Belgische Nationale Vrouwenploeg. Yes. En ze is ook wel de beste daar, denk ik. Ik ben niet goed genoeg om daarover te oordelen. Shout naar Tessa Weilaert. Ze heeft de stats, hè. Ja, ze heeft de stats. Ja, ze heeft de stats wel. Ze hebben wat? 7-1 had ze gewonnen? Ze... Andy was gaan kijken naar de match. Tegen... Speelden ze bij Barça vroeger? Of City? City. Ja. Ik ga niet de stats maken. Want... Anderlicht nu. Ja. Dus ik vind, ja, dat zijn wel definitief. Zo'n mooie stap dat ze van België terug naar buiten gekomen. Als big, big player. Ja, dus, ja, en dat is ook, hè. 30, 40 goals in een seizoen. Sterk. Oké, de laatste vraag en dan zijn we eindelijk klaar. Want het is al... Je vond het echt niet leuk vandaag? Nee, ik vond het interessant. Naast neer, we gaan check nooit meer uit. De vragen van de kijkers. Eens kijken. Hè. Geen goede vraag. Nee, maar weet je, als er slechte vragen zijn, stel die ook. We gaan hem eerst even vuren, want... Oké, was het een goede idee om Pochettino weg te smijten van Tottenham? Nou, wat hij allemaal heeft gedaan voor de club. Wat heeft hij gedaan? Niks gewonnen. Als Martinez de Belgen verlaat, welke manager slash systeem, formatie of demografie? Demografie? Boah, ik ga met België spelen, denk ik. Ik weet niet, wel, voetballers. Wacht, welke bondscoach? Ja, welke bondscoach? Zou je daarover gesproken? Zou je systeem veranderen? Ja. Jij niet? Naar? 4-1-3-2. Wow, het systeem, ik wil gewoon op balbezit spelen en van eigen kracht uitgaan. Ah, ik hoor mijn creativiteit. Dat moet. Drie teams, broer. Dat was Anderlicht. Drie teams. Het was? Anderlicht. Dus compagnie. Ja. Wat heeft Anderlicht gedaan dit weekend? Verloren, denk ik. 2-1. Van Oostende? Denk ik, hè. 2-2. Wauw. Met 10 mannen? Top. Behoort Aguero tot de top 5 best strikers sinds 2012? Sinds 2012. Ja. Sinds. Dan hebben we Lewandowski, Benzema, Aguero, Suarez. Top 5, ja. En wie nog? Ik ben niemand aan het vergeten. Sinds 2012. Ja, je hebt Lukaku, Kane, Lewandowski, heb jij al gezegd, denk ik. Lewandowski, Aguero, Suarez, Benzema. Ik vind hem 4. Ik vind momenteel niet van 2012. Dat is lang geleden. Mm. In de laatste 9 à 10 jaar. Lukaku geef ik voor de laatste 3-4 jaar. Maar de laatste 9 vind ik 4, ja, 4 spitsen. Wat? Je hebt een domme vraag gesteld. Ja. Je zou er gewoon niet bij zijn. Hoezo een domme vraag? Ik heb die vraag gezien. Ah. Ik was helemaal vergeten. Is Rivaldo een beter speler dan Ronaldinho? Rivaldo? Ja. Jij mag antwoorden. Ja, want hij antwoordt als freestyler. En wie is de beste technische voetballer op dit moment? Nu, die nu nog speelt. Ja. Denk maar. Oké. Okay. En is Rivaldo beter dan Ronaldinho? Ronaldo. Rivaldo. Ah, Rivaldo, nee, ja. Nee. Ronaldinho is iets anders. Jill? Ik heb niet genoeg van Rivaldo gezien, maar ik denk niet dat hij beter is dan Ronaldinho. Ik heb Rivaldo niet zien spelen, maar Ronaldinho is wel heel hoog, dus ik weet niet. Deze vraag is voor... Stel eens echt een slechte vraag. Er zijn sowieso slechte vragen. Want ik weet, soms zitten ook mensen in die DM's van Alex heeft hier soms een burn-out. Alex hier normaal hier zitten, maar hij is eruit omdat jullie domme vragen stellen in zijn DM. Je stuurt rare dingen naar hem door en zo. Hij heeft bijna een burn-out. Hadden jullie... verwacht van Arsenal dat ze naar een slechte start er zo zouden uitkomen. Het is nog steeds 10e, maar... Ja. Tim heeft 2 weken geleden gezegd ze gaan 9-9 halen. Ze hebben dat gedaan. Ja. Maar ik zou nu om de Arsenal-fans hype zijn dat die vandaag gewonnen tegen Tottenham. Dat is elk jaar dat... Ja, dat is altijd zo. Golven... Dat is zo... Arsenal wint, Tottenham wint. Oh, dat is de enige wedstrijd ter wereld die wordt gespeeld en dat ik hoop dat die allebei verliezen. Was de penalty van Bruno Fernandes op opzettelijk gemist? Kijk, wie die vrouw ook heeft gesteld, hè? Ja, ik denk dat hij die opzettelijk heeft gemist, want hij doet niks liever dan een penalty missen in een goal Old Trafford. Zodat hij daarna zijn bijtip op Twitter kan gaan zetten van oh, ik had het niet bedoeld. Hey bro, on s'en fout. Nog een vraag. Waarom moet je... Denk je als Ronaldo de volgende scoort, dat Bruno er nog gaat nemen, penalty? Nee, zot. Ik kan nooit begrijpen. Bij Portugal pakt Bruno nooit zelfs aan de fases. Waarom ben je daar? Ja, dat is waar. Hij heeft gezegd, jij pakt ze in Portugal, ik pak ze in Engeland. Zot. Maar we moeten het er even over hebben. Want ik vind dat een beetje zever dat je op Twitter en zo gaat lopen statements posten omdat je een penalty hebt gemist. Of hoe je hebt gemist, assumeer.
In Italië doen we dat niet zo, hè. Zeg, ah, smaglie. Nee, maar ik vind het ook belachelijk. Yes. Ik vind niet dat je na elke... Ik vind ook niet belachelijk dat je na elke wedstrijd gaat zeggen van... Ah, sorry, we hebben verloren. We go again next week. Hou je mond, werk hard. Ja. Volgende week komt het. Maar ik vind niet dat je elke week statement... Als dan zo'n grote wedstrijd is... WK-finale of ja, Champions League finale. Maar dat is elke wedstrijd zeg je die... Ah, I'm sorry, bro. Sinds de speeldag Premier League, je mist de penalty, bro. Bro, Saka krijgt volgens mij overal gratis eten als zijn snack binnen, want hij een penalty heeft gemist, hè. Ja, maar Arsenal Finish Club, anyways. Weet je wat je moet doen? Je moet zoals Benzema doen. Als mensen je zo zijn aan het bashen en zo, maak gewoon een video van u in Louis Vuitton store met je Lamborghini, dat je nog een beetje bent aan het balen in het complex van Real, zodat mensen weten van, toi, t'es là, voilà. Grand joueur. Bon, we gaan afronden, want we zitten aan een uur. Ciao naar Benzema trouwens voor die controle op de rug. Was dat de bedoeling of niet? Dat was niet de bedoeling. Stop dit. Ik kan niks zeggen, want gaat hij binnen schreeuwen voor niks. Allee, dus, wacht. Heb je die gezien? Ik heb die niet gezien. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Benzema kreeg een lange bal, toevallig op zijn rug. En hij zegt dat was de bedoeling dat hij die zo wil aannemen. Ik hoef dat niet te zien om te weten dat dat zijn bedoeling Brian, is. Gisteren heeft Vinicius ook een... Team, please, kom naast mij zitten. Please. Kijk, ik kan je laten zien. Kijk gewoon eerst. Kunnen we die clip zo in... dan mag die. Hij weet perfect wat hij doet. Zoek eens Vinicius. Hij weet perfect wat hij doet, jongen. Oké, Jamie. Als jij zegt tegen mij, als jij een panna traint, dus dat betekent je doet dat meer dan één keer. Oké, dat kun je niet trainen. Ja, dus hoe kun je zeggen dat is zijn bedoeling? Er zijn situaties dat je dat wel kunt inschatten. Kijk, hij heeft dat niet getraind, inderdaad, zoals je zegt. Ja. Het is niet dat iemand in hun trainingscentrum ballen naar zijn rug gooit. Dat is wat ik wil zeggen, bro. Nee, hij heeft dat niet getraind. Maar hij ziet wel die bal zo komen en denkt, ik ga dat proberen. Snap je? Er moet een beetje geluk bij komen, sowieso. Hè? Die man heeft hem toch geduwd? Je moet die inspiratie hebben. Discord, ik heb dat filmpje hier staan. Hè. Die man heeft hem toch geduwd? Die golen, die Scorpion Kicks, daar wordt ook niet op getraind. Ja, voilà. Dat is gewoon een geniale Kijk, weet je waarom? Omhalen en zo. Je hebt van die bijtjes op training als de omhalen willen proberen. Ja, maar omhalen training, is nog standaard. Hij zegt gewoon nog 20 ballen omhoog. Oh. Nee, maar je hebt van die guys. Ja, je hebt van die guys. Dus als jij een omhaal scoort, van, ik kan echt wel geloven dat je dat op je tijd... Maar bro, een bal komt wel op je rug en die zegt dat is... Dat heeft maar weet je hoe vaak dat Ronaldinho bepaalde dingen doet? Dat mensen zeggen, oh, dat is geniale ingeving. Denk je dat Ronaldinho ooit heeft getraind om een bal op zijn rug te controleren? Maar dat is anders, bro. Kijk, laat die video zien. Is dat dezelfde situatie? Eerlijk zijn. Waarom zou je dat rugcontroles niet bewust kunnen gebeuren? Nee, dat kan, maar Nee, dat is anders. Dat is een andere situatie. Dat is een andere situatie, maar dat heeft hij ook niet getraind. En dat is gewoon gelukt. Nee, dat is niet waar. Soms moet je creativiteit gewoon eens de loop laten gaan en denken van, die bal komt, ik ga gewoon proberen, en die komt. Dat is creatief zijn. Die aanname van Neymar, zo die lange bal, dat je die zo pakt. Was dat per ongeluk? Ja, dat weet hij. Maar dat werkt je toch op training, omdat jij weet, ik heb tijd, ik heb ruimte, ik kan eens proberen. Die ding is van Ronaldo toen hij zo ooit zo'n lange bal kreeg met zijn rug gekaatst. Ja, ja. Ik heb ook een paar geprobeerd op te denken van, nou, fuck it. Ja, maar zoiets... Dat is inschatting. Waar Vinicius, hij kan niks anders doen. Waar je het laat zien van Vinicius, bro. Dat is zo van, oké, je hebt tijd, je hebt het kunnen doen. Dat was zo van, hij zat onder druk, dingen. Die bal, hij werd geduwd, hij heeft dat gewoon zomaar gemaakt met zijn rug en dan heeft hij gescoord. Ja, oké. Improvisatie bestaat. Ja, dat bestaat. Dat is goede improvisatie. Ja. Hij heeft dat niet op geoefend, hè. Maar ik zeg, dat is goede improvisatie. Dat was de bedoeling. Waarom moet je die man zo hard gaan? Wat ging anders de bedoeling zijn van toen hij die bal zo zag komen in die tijd? Jij vraagt aan mij de hele episode al, waarom ga je zo hard, bro? Ik weet niet hoe het met jou zit. Nee, waarom haat je hem zo hard? Ik haat hem niet. Maar bro, dat is niks met... Dat is geen haat op deze bro, dat is geen haat, bro. Ik ben zin, maar je bent te schreeuwen. Maar dat is... Nee, maar je kunt niet objectief zijn. Dat is wat ik haat. Ik mag subjectief zijn. Bro, ik geef echt om voetbal. Ik weet niet of jij dat hebt, maar ik... Ja, maar bro, waarom ben je op een podcast jij subjectief gaan zijn? Dat mag. Dit was nog een aflevering. Wat een rot einde. Dit was nog een aflevering van Koeka Sport. We zijn hier vandaag met Jamie, a.k.a. Jaminio Schallenberg, Gilles Biebeya en Sheikh Mansour. Gang, gang. Ik was jouw host, Brian Swaars de Waard. Ciao.